Hallo, ik ben Michael de Slager van Nice to Meet. En ik wil u graag vertellen van een van de allermooiste varkensstukjes vlees die ik ken. De Duke of Berkshire. En de Duke of Berkshire komt voort uit Berkshire varkensvlees. En Berkshire varkensvlees heeft zijn oorsprong, wat het al zegt een beetje. Berkshire is een Engelse benaming. En dit was een varkentje wat heel geliefd was van bij het koninklijke huis. Dus dat varkentje dat liep daar op die terreinen en dat mocht ook heel veel intramusculair vet aanzetten. En het was ook een heel lief varkentje. Het was ook redelijk varkentje waar je bij kon komen. Het was niet te wild. En het kreeg ook maar heel weinig nakomelingen. Een toom van Berkshire varkens, die kreeg maar 7, 8, misschien 9 biggetjes. Terwijl dat een varken vandaag de dag, schrik niet, zelfs 18 tot 20 biggetjes geeft. En dit is natuurlijk al meteen een van die dingen waardoor je kan begrijpen dat Berkshire varken altijd wat duurder zal zijn dan gewoon varken. Maar daar gaat het niet om. Berkshire varken is veel lekkerder. En waarom is het zo lekker? Omdat dit varkensvlees, je ziet het al, dat heeft talent om heel veel intramusculair vet tussen de spieren aan te zetten. En je ziet ook het vet. Het vet is kaarswit. Het is bijna zo wit als ossenwit, zeg maar, hè? Wat we gebruiken voor onze frietjes. Sterker nog, hier kan je ook je frietjes in klaarmaken. Worden super lekker. Berkshire varken komt uit Engeland. Maar vandaag de dag wordt het ook in Nederland gefokt. En dat komt door een prachtig verhaal van Kees Scheepkens. Kees Scheepkens is een Nederlandse dierenarts die in de tijd dat er varkenspest in Nederland was een hele slechte taak had, dat hij overal varkens eigenlijk moest, helaas moet laten inslapen. En dat vond hij zo verschrikkelijk erg dat hij daarna is verhuisd naar Engeland, want daar hadden ze geen varkenspest. En daar is hij toen deze beestjes, die Berkshire varkens, is hij op het spoor gekomen. Die waren toen bijna, het ras was bijna uitgestorven. En hij heeft dat varken weer eigenlijk teruggefokt. En dat heeft hij niet in Engeland gedaan. Hij is weer teruggekomen naar Nederland, naar Brabant, waar hij vandaan komt. En daar is hij weer begonnen met een hele kleine hoeveelheid op te zetten om weer een nieuwe, het heet geen kudde, ik weet even het woord niet in het bij varkens, maar om een hele nieuwe groep varkensvlees, varkensras, om dat terug te fokken. En Kees kon het natuurlijk niet alleen, want het was natuurlijk een hartstikke kostbaar project. Hij is in Nederland bij allerlei boeren geweest om uit te leggen van dat het varkensvlees wat hij had, dat dat het lekkerste varkensvlees van Nederland zou worden en dat boeren het moesten gaan fokken en dat ze dan minder last hadden van die prijs. Maar hij kreeg geen gehoor. Toen is Kees naar België gegaan, naar de familie Damens. En de familie Damens is een van de grootste fokkers van België. En die hebben allemaal varkens in een beter gekwalificeerd, beter leven segment, zoals we dat in Nederland zouden noemen. Maar die waren helemaal wel in om een stukje gold label varken te creëren. En dit is ook zo, Berkshire vlees zit in het Nice to Meet gold label assortiment. Alleen, puur Berkshire groeit heel langzaam. Er worden maar 8 biggetjes geboren. Dat is wel heel weinig. Dus wat had de familie Damens? Die zegt, we gaan iets anders doen. We gaan dat Duke of Berkshire beer, die gaan we kruisen met een gewoon Belgisch landvarken. En het biggetje wat daarvan afkomt, dat heet dus niet Berkshire, maar dat heet de Duke of Berkshire. En dat is wat Nice to Meet verkoopt. Wat is zo bijzonder aan het vet? Dat kan je hier al zien. Het is bijna net als Iberico varken. U ziet het vet tussen mijn vingers smelten. Dat betekent dus ook dat als je dit vet, heel lang, als je dit vlees op lage temperatuur gaart, dat je enorme smaak krijgt van vlees. Het is zelfs zo als je de luxere delen, zoals bijvoorbeeld de varkenshaas van Duke of Berkshire neemt, hè, en dit is het logootje, dan is dat eigenlijk bijna geen varkensvlees naar jouw idee. Dat komt doordat de smaak is zo subtiel dat u denkt eigenlijk misschien wel aan kalfsvlees als u dit varkensvlees zou eten. Het is ook botermals. Wat ook heel mooi is, is de varkensbuik. En daar maken we ook een vleeswaar van. Dat heet trage gaard spek. En dat is ook bij asperges of op vis
is dat verschrikkelijk lekker. Daarnaast kan je het ook enorm goed barbecuen. Dus als je dit maar lang genoeg gaart, wordt het boterzacht. Zelf natuurlijk ben ik een echte, ja, ik ben echt van de coats, hè, van de racks. En dit is dus de Duke of Berkshire rack. Met al zijn beentjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Als je dit in je oven thuis klaarmaakt, hè, voor je hele familie, echt iets voor Pasen, Pinksteren, Kerst. Hè. Dit is natuurlijk zomer, we zijn met grote gezinnen zijn we bij elkaar. Ja, dan heb je echt iets unieks op tafel. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een mooi varkensrack van maken. Als ik er wijn bij zou drinken, dan kan je eigenlijk twee kanten uit. Normaal varkensvlees denk je aan witte wijn. Maar bij de Duke of Berkshire past ook een hele mooie rode wijn. Dat is mijn favoriete. Dank u wel.